Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier vandaag op een Breda's hockey toernooi en dat is namelijk het toernooi van Breda, van Push en van Zwart-Wit. Het is een jaarlijks terugkerend toernooi waarin de Breda's ploegen het tegen elkaar opnemen. Sportiviteit hoog in het vaandel en als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het Volvo Breda Cup toernooi. Ik ben de president van Zwart-Wit. Behoorlijke functie. Ja, klinkt chic, hè? Ja, voorzitter noemen alle clubs in Nederland het, maar bij Zwart-Wit is het al 85 jaar lang president. Dus ja, dat hebben we overgenomen. En één keer per jaar hebben we ook het presidentendiner, zoals dat zo mooi heet. Dan gaan we met alle oud-presidenten dineren. Dat doen we samen met heren 1 en met dames 1. Dan gaan de oud-presidenten ook koken voor de teams. Dus die traditie houden we in ere. Nou, zo hebben we heel veel tradities op deze. Leuk. Ja. Leuk. Zeg eens, en hoe bent u zo president geworden dan? Of heeft u zelf gehockeyd hier? Ik heb zelf hier gecoacht, ook gehockeyd, maar ook gecoacht. Ik heb een jaar of 10 dames 1 teams getraind en gecoacht op verschillende clubs, elk hier. En inmiddels zit ook mijn kinderen natuurlijk op de club, woon dichtbij. Hockey is echt mijn passie. Dan ga je toch graag iets doen voor de club. En toen is het uiteindelijk het runnen van de club geworden met een bestuur. De hockeyclub Zwart-Wit is dit jaar de aangewezen club om het te organiseren. Het wordt afwisselend door hockeyclub Breda, hockeyclub Push. En nu zijn wij weer aan de beurt voor de 6e keer. Dit jaar heet het ook de Volvo Stad Breda Cup. Vanochtend zijn er jeugdclinics geweest door ABN AMRO georganiseerd, 150 kinderen. En nu zijn de wedstrijden net begonnen tussen de heren 1, dames 1 van de 3 onderlinge zusterverenigingen. De beste van jullie drie, van de drie Breda'se ploegen? Als je naar de Breda Cup kijkt de laatste jaren, is bij de mannen Zwart-Wit de betere. Maar in de competitie is het vaak Push die wat aan het langere eind trekt. Zwart-Wit natuurlijk. Ja? Ja. Is dat echt zo of vindt u dat? Nee, dat vind ik. Maar ik denk als je op papier kijkt dat Push de beste papier heeft. Maar dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ja, Push uiteraard, wat wil je nou dat ik zeg? Ik bedoel, dat lijkt me duidelijk, maar... Ja, wij? En jullie zijn BH en BC Breda? Ja, ja. Wat is zo leuk aan jullie club ten opzichte van de anderen, vind jij? Omdat bij ons prestatie samen met heel veel gezelligheid gecombineerd wordt. Hoeveel leden zijn er eigenlijk bij Breda? Genoeg om een heel leuk feestje te maken. Is het leuker om van jouw Breda'se concurrenten te winnen of van een ploeg uit de competitie? Nou ja, goed. Ik denk als je een derby kan winnen, dan moet je dat altijd doen. Ja, uiteindelijk draait het ook om die competitie. Dit jaar is dat extra belangrijk. Maar vandaag is het natuurlijk superleuk omdat je elkaar allemaal kent. En dat mooi ook is qua harmonie van de stad. Nou, dat is een lastige vraag. Van Breda wil je altijd winnen omdat het niveau heel erg gelijk ligt. En Push is gewoon een leuke uitdaging om daar een stuntje tegen te doen. Dus dat is allebei leuk. Competitie is punten, maar dit geeft toch ook wel een heel goed gevoel als je hier weet te winnen. Ja, maar competitie is punten natuurlijk, hè? Dus daar doe je het uiteindelijk voor. Uiteindelijk draait het om de competitie, dus dan worden de knikkers bepaald of uitgedeeld. Als je in zo'n derby wint van de Breda'se ploeg, heb je dan geen extra kriebels? Nee, die heb ik als we dat in de competitie pakken, 100%. Ja, een Breda'se club winnen, dat, gewoon die strijd tussen elkaar, dat is heerlijk.
Ja. Wordt het niet gemeen? Blijft het sportief? Ja, kijk, we kennen natuurlijk best wel veel meiden onderling. Dus natuurlijk, je bent fanatiek, maar het zal geen ruzie worden. Wat heeft u gedaan hier? Ik heb namens de gemeente meegeholpen om de Champions Trophy naar Breda te halen. Okay. Is dat geslaagd tot nu toe? Ja, dat is in ieder geval geslaagd. We hebben hem toegewezen gekregen. We hebben een bid ingediend bij de KNHB. En hadden een zware concurrentie van Den Haag en Den Bosch. Dus we zijn ook extra trots dat we het deze kant op hebben gehaald. Maar Breda heeft toch ten opzichte van Den Haag niet zo heel veel hockeyclubs natuurlijk? Jawel, zeker. We hebben het echt met de 5 hockeyclubs gedaan. Hè. Dus niet alleen Zwart-Wit en Breda en Poes, maar ook Teteringen en Prinsbeek. En we hebben dat gezamenlijk gedaan. En we hebben inderdaad natuurlijk niet die expertise bij het organiseren van dit soort grote toernooien. Maar des te mooier dat we het wel deze kant op hebben weten te halen. Want dan kan het de toekomst alleen maar nog mooier worden. Absoluut, absoluut. Ja, we moeten gewoon een geweldig hockeysucces van maken. Ik ben hier in een aantal rollen. Mijn zoon fietst hier, zo ben ik hier ooit terechtgekomen. Ik ben inmiddels ook trainer en sinds dit jaar ook lid van het bestuur van Breda. U bent trainer van de jeugd? Ja, specifiek de jeugd. Dat vind ik ook wel het leukste. Ja. Omdat het aanleggen of het aanleren van de eerste technieken en de basis leggen voor de sport, zodat kinderen het leuk gaan vinden en leuk blijven vinden. En dat is voor ons ook wel belangrijk, dat het veilig is en blijft. Dat begint wel bij die basis. Nou, dat kun je alleen maar doen op het moment dat kinderen, als ze beginnen bij het wielrennen, dan is het leggen van die basis. Ik zie er ook dames bij. Ja, het is, dus er komen steeds meer meisjes. In sommige categorieën hebben we meer meisjes dan jongens. In andere categorieën is het weer net andersom. Maar we hebben toch net iets meer jongens dan meisjes bij het wielrennen. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel jeugd, dat er zoveel aanwas is tegenwoordig? Nou, helemaal zeker weten doen we het niet. Want we hebben het niet onderzocht, we hebben het niet nagevraagd van waarom ben je nou gaan wielrennen. Maar we hebben wel sterk de indruk dat de successen van de Nederlandse profrenners de afgelopen jaren, en niet alleen de mannen, maar ook de dames die zeker aan de weg aan het timmeren zijn, dat ertoe geleid heeft dat er steeds meer, ook hele jonge kinderen, lid gaan worden. Is het nou voor een jong kind, hè? Ik refereer even naar de moderne kinderen, is het toch veel makkelijker om achter een game te gaan wielrennen in plaats van echt op een fiets te stappen? Ja. Die mogelijkheid is er ook. Hè. Er zijn via internet en allerlei gameapparaten, kun je gewoon thuis op je home trainer kun je fietsen.
dat lijkt mij prima voor de periode dat fietsen op de weg niet zo lekker is. Hè. Dat, mm-hmm. Ik hoop dat het nog lang duurt, maar we gaan wel die periode tegemoet. Ja. Maar er gaat niks boven wielrennen buiten. En zeker als het zulk mooi weer is zoals nu. Nou ja, eind september, we staan hier in het zonnetje. Dan is het niks lekker dus dan gewoon buiten in de open lucht te fietsen. Ja. En van hoe jong tot hoe jong horen ze officieel nog bij de jeugd, bij WV Breda? De jeugd loopt tot en met het jaar dat ze 14 worden. En dan noemen we de jeugdcategorieën. Officieel is dan de eerste categorie die daarna komt, nieuweling. Een nieuwelingencategorie, dat ben je in het jaar dat je 15 en 16 bent. Je bent 2 jaar lang nieuweling. Dat wordt ook nog bij het jeugdwielrennen gerekend. Maar de eerste leeftijd waarop je wedstrijden mag gaan rijden is 8 jaar. Althans, in het jaar dat je 8 wordt, mag je wedstrijden gaan rijden. Dus zelfs als je op 31 december 8 wordt, mag je op 1 januari al beginnen met wedstrijden. Dus dan ben je 7. Als mensen dit dan zien op tv en zeggen, hey, mijn zoon of dochter heeft het daar ook altijd over. Hoe komen ze dan bij jullie terecht? Nou, of we hier een keer komen kijken op ons eigen parcours aan de Ter Heidenseweg in Breda. De jeugd traint daar elke dinsdag en donderdag. Het enige pech is dat dit vandaag, donderdag, wat hebben we, de 28e. Dat is de laatste trainingsdag voor op de weg. Vanaf volgende week, eerste week oktober, gaan we met de jeugd veldrijtraining doen. Dat doen we ook hier. Dan kunnen mensen ook komen kijken, maar het is wel... Ja, het zijn ongeveer dezelfde fietsen, maar het is toch een andere sport, het veldrijden, dan het wielrennen. Kunnen ze zich beter aanmelden in het voorjaar weer? Nou, als ze het veldrijden leuk vinden, dan kan dat ook. Het voordeel is dat het gebeurt op gras. Ja. En als ze een keer vallen, vallen ze op gras en niet op het asfalt. Dat is meestal, levert dat minder pijn en ellende op dan wanneer ze op het asfalt vallen. En een basis als veldrijder is misschien wel te verkiezen boven een basis als wegrenner. Omdat de focus op techniek, en je hebt een behoorlijke techniek nodig, de beheersing van je fiets. Dat gaat met sprongen vooruit bij kinderen als ze ook in de winter gaan veldrijden. Laatste vraag, het aanmelden, kan dat ook bij jullie via een website? Ja, op onze website staat is een formulier waarop je online aan kan melden. En dan 3 proeftrainingen doen en voor altijd blijven? Nou ja, en... Als mensen zeggen van nou, we willen nog een keertje, dan doen we over de 4e keer ook niet moeilijk. Maar een heel seizoen mee proeftrainen, dan op een gegeven moment zeggen we wel van, ja, weet je, maak een keus. Hoe heet jij? Ik heet Pam. Pam. En jij was daarnet wedstrijd aan het starten, of? We zijn aan het trainen en ik mocht helemaal start zeggen. En ja. En hoe spannend is dat? Nou, niet zo heel spannend, maar ja, het is gewoon leuk om te doen. Maar als je zelf meedoet met sprinten? Ja, dan is het wel... Ja, dan weet je niet wanneer de start wordt gezegd, dus dan weet je ook niet wanneer je moet starten. Ja. Okay. En train je heel veel? Ja, op de club train ik wel elke dag dat ze training geven. Of tenminste op dinsdag en donderdag. Okay, en dan... Okay. En als je nou tussendoor nog wilt trainen, kan dat of niet? Ja, zelf thuis. Okay. Gewoon dat ik een rondje ga fietsen. Oh, en ga je dan met deze fiets gewoon de straat op? Ja. Oh, leuk. Is het niet gevaarlijk? Nou... Ik bedoel tussen al het verkeer vergeleken met deze baan? Oh nee, soms rijdt papa met de auto achter me aan. Dus dan... Okay. Hoe ben je erbij gekomen om te gaan wielrennen? Gewoon, ik vond het leuk. Maar kindjes van jouw leeftijd, zo zeg ik het expres, die doen toch altijd gamen? Ja, ik heb vanmiddag ook gegamed, was daar erg aan. Oké, okay. Nou, ik dacht dat gamen leuker is dan echt via wielrennen, of niet? Soms. Oké. Okay. Maar je vindt wielrennen het leukst? Ja. Ja? Nee. Okay. Ga je kampioen worden van Nederland? Hopelijk. Ja? Ja. Hoe lang zit je er al op? Volgens mij 7 jaar. 7 jaar? Volgens mij wel. Oh, dat is lang. Ik ben nou 11 en 7 jaar, nee. Dan ben je nou 28. 28? Nee? Oh, sorry. Nee. Dus je woont in België? Ja. Maar je leek zwaardig. Hoe lang wielren je al? Sinds mijn 9e, ik weet niet. Zo. Alle paar jaar in ieder geval? Ja. Okay. En hoe goed ben je wel niet?
Wat zei je? Hoe goed ben je wel niet? Dat weet ik niet. Ik begreep dat er altijd heel veel lol is met de training. Ja. En hoe komt dat dan? Omdat jullie allemaal zo leuk zijn of zijn jullie allemaal zo goed? Of? Ja, de sfeer is gewoon leuk, ja. Ondanks dat jij uit België komt? Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.